Voorstelbaar mooi. Ja, dat is echt een vrouw hoor. Of niet? Ja. Ik vind hem mooier als een vrouw. Oh, maar dat is ook zo zeker. Ik vind het later, hè. Ik vind het ook net zo, hoor. Ja. Maar als je die welvingen alleen al ziet, hoe dat gemaakt is. Ja, dat is, ja. Het is zo schitterend, joh. Ik denk dus gewoon weer een koffer. Nee. Kijk. Jezus. Zijde. Dat is toch geweldig. Hij geeft gewoon een... Jongen, jongen. Nou, dit is een nee. Til hem maar eens op. Zwaar toch? Zwaar hoor. Ja, dit is een 1960 Les Paul gitaar. Wijnrood. Les Paul, ook die Fransman. Les Paul. Een scheurijzer is dit hoor. Ja. Nou, dat is dan weer de tegenhanger van. Les Paul zei je. Ken jij Chet Atkins? Jazeker. Van Amerika? Ja, zeker. Die heeft ook een speciaal gitaar. En kijk, wat is dit? Het is een beetje oudballig, maar... Dit is een gitaar waar Clapton op gespeeld heeft vroeger. Nou, hier staan ook nog allemaal akoestische gitaar. Clapton? Ja. Eric? Ja. Eric Clapton. En die heb jij? Ja. Oh? En dit is een Mark Knopfler Stratocaster. Wat, Mark Knopfler? Ja. Wauw. Dit is een piano. Gitaar. Ja. Heeft hij hier op gespeeld, zeg je? Nee, dat is een type Mark Knopfler. Oh, oké. Okay. Die is helemaal volgens zijn eisen samengesteld. Maar dat is een speciale Fender volgens zijn ontwerp. Mm-hmm. Gewoon een Stratocaster ontwerp is natuurlijk sowieso, maar... Kan je dus een stukje op spelen? Ja, daar komt geen geluid uit. Oh, je moet aangesloten. Dus ja, dit is ook een hele bijzondere. In de oude kleuren van de Shadows van vroeger. Ja, dat is een plekje. Nou ja, dat is dus een Stratocaster. En dan hebben we nog een heleboel akoestische dingen. En bassen. Tjonge jongens. Dit is mijn lievelingsbasje, mijn hele leven op gespeeld. Het zijn nog grote koelers. Ja. Dit is ook de duurste die ik heb. Als deze morgen de kans zet voor 12.000 euro, dan is hij weg. Ja, ja. Maar het is een 63 Fender Precision. Nou, hij speelt zo geweldig. Dat is... Maar goed, hij is mijn hele leven al bij hem. Hebben wij laatst niet zo'n gitaarbouwer op televisie gezien? Ja, stonden ze ook gewoon in een rij en hij zei van ik wil alleen nog een. Hij had nog een paar mensen waar hij eentje voor wilde bouwen. Maar ja, okay. Hij had bijna voor iedereen had hij zo'n ding gebouwd. Ja. Nou, dus dit is ook wel bijzonder. Maar die mensen kwamen ook speciaal bij. Dat was een Nederlandse gitaarbouwer. Oké. Okay. Hij had ze voor de Beatles, hij had ze voor iedereen volgens mij. Ja, ja. En dan kwamen ze langs en zeiden ze, nou dit moet veranderd en dat. Ja, precies. Help hoor. Dit is een 5 snaren Alembic. Dit is dus 5 snaren. Kun je nog eens spelen? 5 snaren bas. Iets spelen? Ja, dat komt ook niks, er komt geen geluid, het is allemaal elektrisch. Dus uit één stuk is die helemaal. Hè. Heb je geen stroom dan? Jawel, ja. Ik moet het allemaal aanslaan. Ja, nou, wel lullig hoor. Ja. Nou, dan zitten hier ook nog wel wat leuke dingen. Dit is ook een hele speciale. Wat is dat? God, om erop te zetten. Ja, een gitaarstandertje. Dit is een originele Dobro. Een Spaanse gitaar heb je niet? Ja, zit er wel in de koffers. Oh, een Dobro. Ga je daar een stukje op spelen? Daar ben ik geen ster in. Maar dat maakt dan ga je dus mee doen. Prachtig. Dat maakt dat zoveel uit, hè? Ja. Deze worden gestemd. Dit is de voorloper zeg maar, van de steelgitaar. Maar vroeger hadden ze dus. Die gitaar maakte eigenlijk wat te weinig herrie op de bühne. Toen hebben ze deze ontworpen. Dat is dus met een metalen plaat. Hè? Er is helemaal metaal hierin. Ja. En daar speel je op, dus eigenlijk sommigen spelen ook gewoon zo, dus ja. Ding zo om de nek. Hè? Nou, schitterend, dit is zo mooi. Later heeft Gibson dit overgekocht, maar dit is nog een originele. Don Gibson? Nee, Gibson Fabriek. Oh.
Ja. Ach, en zo zijn er wel wat meer dingetjes. Ja. Er zijn er nog... Nog maar een Leo verkocht. Een Leo? Ja. Ik kan gelijk spelen. Ja, nee, dat speelt ook wel. Ja. En vanavond ik zie er, spelen. Ik zie er nog 4, 5. Ja, ik weet niet wat alles is precies, hoor. Dat is uit China. Dit is wel heel mooi. Dit is de beroemde 12-snarige Takamine waar de Eagles ook op spelen. 12-snarige. Nou, zo hebben ze allemaal wel een functie voor een nummer.